Welkom allemaal, medewerkers van Levanto Groep. We zijn hier op de Noorwegenstraat in de beschermd woonvorm te Sittard, waar de mannen van UDS Connect vanuit de Steigers de woonkamer helemaal hebben omgebouwd tot een heuse studio. Vanuit hier gaan we met jullie terugkijken op het afgelopen half jaar, waarin we allemaal te maken hebben gehad met een hectische tijd in verband met de corona. We gaan een rondje langs de velden maken en kijken nemen bij de verschillende voorzieningen. En kijken hoe iedereen is omgegaan met de corona in de afgelopen periode. We gaan beginnen met een filmpje opgenomen in de beschermd woonvorm van Vroenhof. Waar Wim Gelders ons een kijkje in de keuken gunt van Vroenhof. Aansluitend krijgen we een filmpje te zien van Danielle van den Hoven in gesprek met Harry Schattenvoort. Harry is bewoner van de Noorwegenstraat hier en tevens ook voorzitter van de cliëntenraad. Dus veel plezier bij het eerste filmpje. Goeiedag, welkom in Vroenhof, in Kerkrade. Vroenhof is een locatie van Levanto, waarin dat we samen met Meander in het gebouw, dit stukje van het gebouw, ongeveer een 100-tal cliënten begeleiden, verzorgen. En een van de aanleidingen voor jullie om eens te komen kijken was dat tijdens de coronaperiode we dit hele gebouw, dus vanaf de voordeur, volledig hebben af moeten sluiten vanaf 13 maart. En dat betekent dat mensen toch een aantal maanden hier binnen in het gebouw moesten blijven, dat geen bezoek konden ontvangen, niet meer naar buiten kunnen gaan. En dat leverde wel wat uitdagingen op. En ik ben er heel trots op dat zowel de begeleiding, het personeel als de cliënten, dat we er samen toch het beste van hebben proberen te maken. Ja, ik ben Roger Boelhoffs. Ik ben 32 jaar. Ik werk op Vroenhof als gastheer. En wat doen we? We ondersteunen mensen met verschillende soorten zaken hier op Vroenhof. Het kan zijn van eten tot een mensenkeuze, maar ook verschillende dingen. Ja, ik ben Patricia. Ik werk hier als gastvrouw bij Levanto. Wat doen we? We doen de mensen ondersteunen in diverse activiteiten. We zorgen voor de ontbijt, voor het avondeten, de wasjes, de sprekjes. Ja, een beetje van alles en nog wat. Zeg, en vanaf 13 maart hebben we hier de deur helemaal moeten afsluiten met corona. Wat vond jij daar het moeilijkste aan? Ja, dat de mensen eigenlijk niet naar buiten konden, want er zijn toch genoeg mensen die graag boodschappen willen doen. Of gewoon even buiten een frisse lucht een sigaretje willen roken. Dus het was wel een opgave om dat een beetje allemaal onder controle te krijgen hier. Maar we hebben verschillende activiteiten gedaan. We hebben een muziekbox gekocht, hebben we een karaoke set meegespeeld. En voor de rest hebben we nog wat activiteiten zoals een film. Middagavond georganiseerd en gewoon proberen om zoveel mogelijk met de mensen in contact te blijven. Ik vond het eigenlijk voor de mensen zelf het moeilijkste, omdat het voor hen moeilijk slaap te begrijpen is van het inhoud van ziekte, ergens niet ergens, dat die beperkingen wat ze daarop voelden en ze niet zo goed wisten wat, ja, hoe daarmee om te gaan. Dat vond ik wat moeilijk voor de mensen. Een van de moeilijkste dingen die we hebben moeten doen, dat is natuurlijk als je de deur dicht maakt, dan kan er ook geen bezoek meer binnen. En dat is natuurlijk voor veel mensen is dat een heel groot gemis. Je hebt ook bezoek nodig van vrienden, van familie. We hebben geprobeerd om met beeldbellen een aantal dingen te doen. Dus voor de mensen die daar een klein beetje handig in waren hebben we dat kunnen doen. Dat was wel een manier. Maar voor de rest hebben de meeste mensen toch hun familie en hun bekenden en hun vrienden heel hard moeten missen de laatste maanden. André, ja? Mag ik jou eens vragen hoe jij de coronatijd tot nu toe hier hebt beleefd of vanaf? Nou, eenzaam en alleen. Hè. Ik ben sowieso altijd alleen op de kamer. Maar ik heb wel de eer prettig ervaren. Zijn er wat leuke dingen gedaan? Ik zit achter de computer. Internet. En s'avonds wel lekker eten. Wat we natuurlijk hebben geprobeerd in de tussentijd, want ook alle activiteiten stopten. Mensen die buitenshuis activiteiten deden, konden ook niet meer naar die plekken toe gaan. En wat we dus hebben geprobeerd samen te gaan kijken van wat vinden jullie leuk, wat vinden jullie interessant om te doen. Dus we hebben wel een aantal hele plezante dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld een karaoke machine gekocht. En we hebben een aantal nieuwe zangtalenten ontdekt. Zowel bij de begeleiding als bij de cliënten. Dus wat dat betreft is dat in gezamenlijkheid die dingen doen is wel heel plezierig geweest ook.
Dat is misschien een hele rare vraag, maar zelfs in zo'n coronatijd als zo'n deur dicht is, zijn er dingen geweest waarvan je dacht van goh, eigenlijk was dat nog niet verkeerd, dan wil ik dan misschien blijven vasthouden? Ja, je merkt wel dat je, omdat je meer met elkaar in de woonkamer hier zit of meer met elkaar communiceert, dat je toch meer, hoe moet ik dat zeggen, kort op de mens zelf komt. Dus dat was wel prettig. Je begrijpt iemand beter. En dat heeft zeker wel geholpen tijdens de coronatijd. Ik denk dat ze gewoon toch activiteiten moeten blijven organiseren voor de mensen. Of meer activeren, meer dingetjes op de vloer ondernemen. Wat vinden ze leuk? Hoe kunnen we ze beter stimuleren? Wat willen ze zelf eigenlijk ondernemen? Gewoon centraal meer stellen, van de kamers afkrijgen. Die dingetjes. Dat zou ik zelf heel fijn vinden. Wat cliënten aangaven, die zeiden van, die vonden het heel leuk dat er veel meer persoonlijke aandacht was. En dat we veel meer dingen samen deden. Dus als het gaat over wat wil je nu zeker vasthouden na deze coronaperiode, wat soort dingen wil je zeker blijven doen, dan is die gezamenlijkheid en die persoonlijke aandacht, die willen we zeker op deze manier in gaan houden. En dat betekent ook dat we ook keuzes gaan maken in wat we daarnaast belangrijk vinden en eventueel toch wat minder belangrijk vinden. In plaats van veel tijd kwijt te zijn aan andere zaken in plaats van aan directe zorg, willen we daarin toch wel wat keuzes maken. Een van de dingen waar ik heel blij mee was, was dat we hier een tuintje erbij hebben. Hij is niet zo heel groot, maar het heeft er gelukkig wel toe geleid dat we in ieder geval naar buiten konden. Want als je voor kunt stellen dat er een aantal zorgcentra waren zonder tuin, dat betekent dat je heel erg binnen moet blijven zitten. Ja, dat is zeker met de schitterende temperaturen die we tot nu toe al gehad hebben, was dat een hele moeilijke zaak. Dus die hebben we. En we hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen met Meander te kijken van misschien dat we iets kunnen doen met de tuin nog wat extra. Dus leeftuin. Dat mensen die in die bakken staan voor het slaan en wat rode kool en dat soort dingen meer. Dat betekent dat mensen met rolstoel ook makkelijk erbij kunnen. En we hebben nog ideeën voor de nabije toekomst ook nog. Dus ik ben heel benieuwd. En misschien dat jullie over een tijdje eens terug kunnen komen kijken wat het geworden is. Wat we ook veel gedaan hebben is zelf veel gekookt. Snacks, soepen. We hebben een Belgische middag gehouden met frieten en stoofvlees. En noem maar allemaal op. Dus wij zijn ook erachter gekomen dat we ook heel veel kooktalenten in huis hebben. Dus dat soort dingen, dat hebben we toch geprobeerd om met elkaar een periode op een plezierige manier, op een prettige manier in ieder geval door te komen. En ja goed, wat natuurlijk ook zo is, is als je samen woont, en dat betekent in dit geval toch met ongeveer 15 tot 20 mensen op één verdieping. Je eet ook samen aan tafel en ook s'avonds aan activiteiten of aan vrije tijd of dat soort zaken meer. Je zit wel een beetje op elkaar slip. En zeker als die deur dicht is en je kunt niet naar buiten, ja, dan is het natuurlijk soms wat lastig. Ik denk dat jullie ook kunnen voorstellen dat als je ineens wordt opgesloten samen met heel wat andere mensen, dat je ook elkaar een beetje moet kunnen verdragen natuurlijk. Dus dat is ook wel een uitdaging. Stel, en ik hoop het niet, hè, want ik durf het bijna niet hardop zeggen, maar stel, morgen zeggen ze tegen ons, ja jongens, sorry, maar de deur gaat op nu dicht. Zouden dat dingen zijn die je anders zou doen? Dat hoeft niet hoor. Ik heb nu geen 1, 2, 3 pasklaar antwoord. Buiten hopen dat het niet gebeurt. Inderdaad, ja. Nou, dankjewel, Roger. Dankjewel, Patricia. Ja. Goeie tijd. Nou, goedemiddag Harry. Ja. We hebben je gevraagd of we jou even wat vragen mochten stellen rondom het coronagebeuren. Je bent lid van de cliëntenraad en je woont op onze locatie aan de Noorwegensingel. En ik ben lid van de CCR. Lid van de CCR, van de regioraad en van de centrale cliëntenraad. Ja, en we zijn het item gaat over corona. Hoe heb je het beleefd? Of je daar even kort wil vertellen en dan met name vanuit het wonen, vanuit de Noorwegenstraat. Ja, toen de corona op kwam zetten, ben ik erg geschrokken. Daar hebben we allemaal aan moeten wennen. Gingen dingen anders in op het... Ja, want je moet dan afstand houden, het eten kan niet meer samen. Je moet dan de handen wassen, je moet overal aan wennen. Mm-hmm. En dat is in het begin best moeilijk. Ja. En nu hebben jullie ondertussen de weg erin gevonden? Wij hebben er nou de weg gelukkig erin gevonden, ja. Mm-hmm. Ja.
En vanuit de CCR, cliëntenraad, wat betekende dat? Hoe zag dat? Ja, we konden niet meer samenkomen. Dat contact was moeilijk, ook met de achterban was moeilijk. We hebben daar ook een weg in gevonden. We doen nu ook belbellen. Oké. En we hebben dan op een aantal voorzieningen zo'n iPad neergezet. Yeah. En dan kunnen we ook vergaderingen houden. Oké, dus dan kunnen jullie toch de achterban zien door via het beeld dan. Ja. En hoe gaat dat? Gaat het goed? Ja, dat moet nog gebeuren, maar de vergaderingen onder ons, dat loopt al. Ja. En hoe was het de eerste keer via beeld? Daar moest je aan wennen. Ja. Ik vind er niks aan, maar nu ben ik er ook aan. Maar. Nu gaat het wel goed. Ja. En qua begeleiding, hoe zag dat eruit? Was daar iets anders in? Of, ja, de begeleiding zat ook wel met de handen naar. Ze wisten ook niet wie ze er allemaal aan moesten pakken. En iedereen deed zijn best. Mm-hmm. Als je 10 begeleiding hebt, dan heb je 10 verschillende richtingen. Want iedereen denkt toch vanuit zichzelf. Ja. En toch is er weer een weg in gevonden. En hoe was het in de voorziening zelf? Was het daar anders? Je zei net, we konden niet meer in groepen eten. Maar wat waren er nog? Hoe vond je het in die tijd eigenlijk? Ja, eenzaam hè. Eenzaam? Eenzaam, ja. Want je kunt niet meer de dingen doen die je gewend bent. Ook niet samen boodschappen doen. En we mochten op een gegeven moment niet meer naar de winkel. Mm-hmm. En we mochten ook eigenlijk niet weg. Nee. En, wat deden jullie de hele dag dan? Ja, een beetje televisie, dan kijken op de kamer. Ja. En anders, anders was er eigenlijk niks. En dan maar hopen dat het snel voorbij was. Ja. Ja. En nu is het redelijk rustig. Jullie dagbesteding is weer opgestart. Hè? Dus jullie en kunnen ook weer zelf boodschappen doen. Ja. Maar we zien allemaal toch ook wel weer dat het opnieuw begint terug te komen. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat denk je? Ja, best wel angstig, want je weet niet wat er nou gaat gebeuren. Als het weer erg is, is het dadelijk een helemaal lockdown. Dan mogen we helemaal niet. Ik hoop niet dat het gebeurt. Maar ik heb er vertrouwen in dat we daar ook de juiste weg in vinden. Ja. Dat het niet zo erg wordt. Ja. We hebben een ervaring zat opgedaan. Mm-hmm. En dan kunnen zeker een paar dingen anders. Ja. Als ik dan kijk naar ons woonhuis, hebben we een plan. En als daar iedereen zich aan houdt en iedereen op elkaar aanspreekt, mm-hmm. dan zal het wel goed komen, denk ik. Okay. Dus het is wel belangrijk dat iedereen zich eraan houdt wat jullie met elkaar hebben afgesproken. Ja. Ja. En vind je het Levanto hier nog iets anders of nog iets voor jullie had kunnen doen of dat we daar nog iets mee moeten? Ja, Levanto heeft zijn best gedaan. Ze hebben ook participatie op afstand gecreëerd en op Facebook. En, maar voor hun is het ook een heel leerproces. Zeker, ja. En als we maar in gesprek kunnen blijven en naar elkaar kunnen luisteren, maar ook wat de cliënten zeggen, dat mee wordt genomen. Ja. En als het belangrijke informatie is, dat die ook gedeeld wordt. Ja. Dat is... Dat zijn een paar tips wat je voor ons hebt daarvoor de komende tijd. Dus zo wie ik het over denk. Ja. Ja. En eens even kijken, wat hebben we nog voor... Heeft het in positieve zin nog iets voor jullie opgeleverd? Je zei net, we hebben in de auto even voorbesproken, we hadden het erover, het was wel rustig, zei je. Ja, het is rustig, maar het klinkt misschien raar, maar we zijn allemaal hechter geworden. Als groep, ja. Ja, hechter. Wel op afstand, maar het is anders. Ja, met natuurlijk veel meer tijd doorbrengen bij elkaar. En je leert je beter kennen natuurlijk. Ja. Hebben jullie ook zelf dingen georganiseerd? Ja, bij ons in de woongroepen is het best moeilijk, maar we zijn van plan om een barbecue te organiseren. Mm-hmm. En toen het wat lokkerder was, hebben we ook een barbecue buiten gehouden. Ja. En samen televisie kijken, voetbal, wat staan kijken. Ja, we hebben natuurlijk een best grote tuin, dus het geeft wel wat mogelijkheden om daar wat elkaar toch Maar in het begin weet niemand wat je mag en hoe je het moet doen, snap je? Mm-hmm. En dat is een beetje gelukkig. Is dat nu al duidelijk of moeten we daar nog iets... Nee, dat is nog duidelijk. Nu duidelijk voor jou. Ja. Okay. Wat gun je de rest van de bewoners van Levanto? Ja, dat ze gezond blijven. Ja. Ja. En dat het snel voorbij is. Dat we weer allemaal een beetje vrijer kunnen zijn. Ja. Ja. En mocht het voorlopig niet gebeuren, hoe kijk je er dan tegenaan? Alles komt goed, dus we niet aan het dag. Daar moet je in beleid mee komen. Ja, dat zijn hele wijze woorden. Dankjewel dat je vragen hebt willen beantwoorden. Wil je nog iets toevoegen, nog iets aangeven? Nee? Oké, dankjewel. Nou, welkom weer terug hier in de studio van de Noorwegenstraat.
Ik heb hier inmiddels twee gasten op de bank zitten, Nicole en Sandra. Welkom. Dank je wel. En laten we eens beginnen om jullie te introduceren. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen jullie kent. Dus laten we eens even beginnen bij Sandra. Kun jij je even voorstellen? Ik ben Sandra Huiskes. Ik werk bij Participatie. Participatie Sittard, Westelijke Mijnstreek. En mijn ding. Ja. Nou, mijn naam is Nicole Kuipers. Ik werk ook bij Participatie, maar dan in Parkstad. En ik ben vooral werkzaam in Kerkrade, in het wijkpunt van het Westhoes. Ja, leuk. Jullie hebben natuurlijk ook te maken gekregen met de corona. En ik kan me nog herinneren tot alles pasboom stilgelegd werd. En tot eigenlijk de activiteiten met de cliënten niet meer doorgingen. Ja. Sandra, kun je eens vertellen hoe dat voor jullie is geweest? Op dat moment denk je natuurlijk, dit is gewoon helemaal niet goed voor onze doelgroep. Dus we hebben ons een beetje bij elkaar gestoken en er werd mij eerst gevraagd, nou, wil je op alle locaties iets van dagbesteding aanbieden? Dat vond ik zelf geen goed idee, want natuurlijk wat je op de ene locatie haalt, dat breng je op de andere locatie. Dus zeg, nou, gaan we niet doen. We hebben met een paar mensen samen gezegd, van, wie wil waar werken? Dus ik ben op één locatie blijven dagbesteding aanbieden, was op de Hoeve. En Nicole was zo aardig, die kwam ook deze kant op en die is geweest in de Putstraat. Ja. En Merel die is naar de Noordwijkstraat was niet nodig, die is naar de Tudderenderweg is die gegaan. Ja. Dus daar hebben we. En waren er nog dingen te doen op dat moment? Jullie gaan dan naar locatie en je mag eigenlijk geen activiteiten organiseren volgens de maatregelen. Dus waar zijn jullie dan ooit mee begonnen? Ja, goed. Op de Putstraat leent zich eigenlijk wel vooral om wat te gaan wandelen. Dus veel naar buiten gegaan en geprobeerd daar te stimuleren. Toch wat in beweging te blijven en buiten te komen. Ja. En dat natuurlijk op gepaste afstand. Ja. 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 En de Hoeve is groot genoeg. Dus daar zijn mensen in de schuur bezig geweest, buiten bezig geweest, binnen creatief. Ja. En dan tot max 5-6 deelnemers. Ja. 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 En op een gegeven moment kwamen jullie natuurlijk met het idee van, hoe gaan we dit aanpakken? En toen kwam het idee van participatie op afstand. Ja. Hoe is dat van de grond gekomen, Nicole? Ja, er zijn een aantal mensen die zich dat bedacht hebben. Dat is natuurlijk een geweldig mooi idee om Facebook te gaan gebruiken voor... toch contacten blijven houden. Mm-hmm. En social media is momenteel natuurlijk zo gemakkelijk om mensen te bereiken. Mm-hmm. Dus we zijn met Facebook begonnen en met een aantal mensen zijn gevraagd, waaronder wij ook, of we daaraan mee wilden werken. En dat wilden wij heel graag. Ja. Dat was natuurlijk ook wel heel erg vreemd, want het betekende wel dat we zelf filmpjes moesten gaan opnemen. Mm-hmm. En we onszelf dus ook gingen terugzien en horen. En horen. Maar we niet, dat was wel heel vreemd. Ja. Nou, we hebben het net nog over dat we daar nu ondertussen aan gewend zijn. Ja, goed, en dan even gekeken naar ieders expertise. Mm-hmm. En er zijn mensen die hebben een achtergrond in de creatieve. Mm-hmm. En er zijn mensen die zitten in het groen. Er zijn mensen die een bewegingsachtergrond hebben, dus op die manier hebben dat ingevlogen. Ja, leuk. Want ik heb begrepen, totdat filmpjes maken, daar komt natuurlijk toch wel wat bij kijken. Ja, het lijkt soms wat simpel als je op Facebook kijkt, maar jullie hebben daar wel hulp van gehad, heb ik begrepen. Hè? Door een marketingbureau. Jules Peters, die heeft ons wat kneepjes geleerd, leuke tips gegeven, gewoon praktische, simpele dingen, maar wel waardoor je toch dan net wat beter opstaat, zeg maar. Ja. Je hebt wel veel enthousiaste reacties ook erop gehad, hè? Nou, we hebben, mogen we wel zeggen, bijna 400 deelnemers. Dus daar zijn we trots op. Ja. Ja. Dat is flink gegroeid, hè? Ja. Ja. En wat ook heel leuk is, we hadden voorheen geen contact. En op dat manier krijg je toch leuke contact met collega's. En het is gewoon superleuk om het samen te doen. Ja. Ja, dat is natuurlijk superleuk, hè? Maar dat is natuurlijk ook een hele hectische periode geweest, hè? Zeker. Hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Ja, ik vond vooral in het begin, dat is heel onwerkelijk. Hè? We zijn nog heel even, die eerste week hebben we nog even doorgepakt. Hè? Mm-hmm. Totdat toch gezegd werd van we gaan daarmee stoppen. Dus we moesten wel ook mensen gaan vertellen van jullie kunnen toch niet meer komen naar de locaties. En dat merkte je ook dat heel veel mensen dat toch wel heel erg vervelend vonden. Mm-hmm. En logisch, heel begrijpelijk. Mm-hmm. Dus we hebben ook de afspraak gemaakt om te gaan bellen. Dat we zo contact hielden met onze cliënten. En dat deden we twee keer per week.
En daarnaast bleef het toch doorpakken. Ja, we waren het vervangen in andere woonvormen. We waren het vervangen met betrekking tot participatie aanbieden op woonvormen. Ja, we moesten blijven bellen. We hebben bijvoorbeeld een aantal keren iets gemaakt voor de cliënten. En dat is rondgebracht, waardoor waar onze vrijwilligers nog voor ingezet zijn geworden. Waar achter de schermen ook nog mensen veel werk aan gehad hebben om een goede route te maken. Om die vrijwilligers aan te sturen, om te zorgen dat de busjes er waren. En ja, we hebben bijvoorbeeld chocolademoesjes gemaakt in de brasserie aan Wijnandsrade, niet vergeten. Er zijn bloemetjes gebracht, ja, allemaal heel erg leuk. Liedje hebben we gemaakt, liedje gezongen. Ja. Dus voor de vrijwilligers ook, ja. Iedereen. Ja, precies. Dus op zich was het ook wel heel hectisch. We hebben ook wel een beetje zo ervaren. Hè? Sandra was heel leuk, want ja, bedoel, wij vonden het heel erg leuk om eens heel wat anders te doen. Mm-hmm. En het stimuleert je ook weer en het brengt je, maakt je creatief. Mm-hmm. Maar het was ook wel heel hectisch. Ja. En nou, de laatste paar weken vakantie hebben gehad, dacht ik van nou, dat was even nodig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Want Sandra, hoe is het dan nou voor de cliënten geweest? Hè? Want ja, zoals iedereen moet ook de cliënten mee in de nieuwe maatregelen en het anderhalve meter afstand houden en niemand met z'n allen in een busje en noem het allemaal maar op. Ja. Hoe hebben zij dat ervaren in je ogen? Hoe ze het ervaren hebben is natuurlijk vaak moeilijk, want ja, je blijft het herhalen en je blijft het herhalen. Vaak ja, beseffen ze het niet, mm-hmm. maar ik denk wel dat de mensen die zijn blijven komen, die komen nu ook wel weer gemakkelijker. En de mensen die door welke reden dan ook niet hoefden te komen, die zijn nu heel moeilijk te stimuleren om wel te komen. Mm-hmm. Dus dat is echt wel weer een beetje trekken, zeg maar. Ja. Ja, maar in de busjes, op zich is dat, ja, we zijn er allemaal vrij flexibel mee omgegaan en is het best wel goed gegaan. Ja, ja, precies. Dus, ja. En jullie vertelden ook al, hè, natuurlijk vrijwilligers en die ook gewoon meehelpen eigenlijk aan de participatieteams. Ja. Hè? Mochten die eigenlijk van begin af aan wel meedoen? Of is dat eigenlijk pas later weer een beetje? Nou, dat was vooral later. Hè. Die hebben ook eigenlijk een hele tijd stilgelegen. En ik heb begrepen dat er nog steeds vrijwilligers zijn die nog niet echt aan het werk kunnen. Maar die vrijwilligers waar wij veel mee gewerkt hebben, zijn vooral de chauffeurs geweest. Ja. En de bussen zijn natuurlijk aangepast. Hè. Daar zit een plaat in en de deelnemers hebben ook een mondkapje op. Dus wat dat betreft was dat goed te doen. Maar goed, ze gingen wel met die cadeautjes, zeg maar, bij de mensen aan de deur. Mm-hmm. En een bloemetje kan je nog voor de deur zetten, maar een chocolade moest je bij 30 graden niet. Nee. Dus dat moest wel echt afgeleverd worden. Dus ja, dan moet je dan toch wel goed mee omgaan. Ja, nee, precies. De deelnemers of de vrijwilligers bij de hoeve, moet ik zeggen, zitten allemaal toch wel in de doelgroep. Mm-hmm. En met lichamelijke klachten, fysieke klachten. En die zijn toch, die hebben stilgestaan. Ja. We zijn nu sinds kort weer begonnen. Ja. En waar het kon, hebben jullie dus gewoon telefonisch contact onderhouden. Ja. Letterlijk op afstand. Ja, zeker. Ja. Maar ja, helaas, corona is nog niet weg. Hè? Dus precies. Zal in de toekomst nog altijd nagedacht moeten worden van hoe gaan we hier dan mee door. En, hebben jullie daar al ideeën over, Sandra? We zijn afgelopen dinsdag ben ik gestart met bingo. En dan gewoon bij een boshuis waar ik normaal zit. Daar zitten we met een kleine groep. Zitten we daar. Aan de participatie op afstand. Dus ja, kunnen de mensen vanuit hun eigen locatie kunnen ze meedoen. Ik heb zoiets, ik ga met een paar mensen in een woonkamer zitten. Log je in op Facebook, op onze Facebookpagina. Mm-hmm. Participatie op afstand. Ja. En doe gezellig mee. En prijzen komen met chauffeurs vrijwilligers worden gebracht. Of met mensen thuis, of op locatie. En ik zou het leuk vinden als collega's daar wat fanatieke mee zouden doen. Ja. Dus eigenlijk nu een oproep van jongens. Ja, zeker. Kijk op die Facebookpagina. Ja. Ja. We merken toch nog dat op sommige plekken het gewoon nog niet bekend is. En dat is toch wel heel erg jammer. Want het is natuurlijk voor heel Levanto hoe breed. En iedere cliënt, iedere vrijwilliger en iedere medewerker kan gewoon op deze site deelnemen. Ja. En daar wordt ook live op gekookt. Hè. Er wordt creatief aangeboden, er wordt muziek gemaakt. Vanuit Maastricht gaan we in het groen. Er wordt bewogen. We hebben een tijd een quiz gedaan. Nu worden cliënten geïnterviewd over een hobby. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook nog steeds heel leuk. Er staan nieuwe aanmeldingen voor komen. Mm-hmm. En Sandra is nu net begonnen met de bingo. Dus er zijn behoorlijk wat. Ja. En af en toe is dan een challenge. Ja, er wordt ook eens wat flink gelachen. Ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja.
Maar wij doen echt een oproep aan ieder om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken. Ja, ja. Leuk. Ja. Nou, dankjewel voor deze update. Ja, graag gedaan. Ik weet niet of jullie nog iets kwijt willen over participatie, reclame, weet ik veel wat. Nou, volgens mij hebben we alles wel verteld. Ja, bedankt. Ja, leuk, dankjewel. Ja, bedankt voor het komen. Ja, ja dan. Nou, dat was afdeling participatie. En natuurlijk hebben we ook het ambulante werk binnen onze organisatie, waar ook de nodige maatregelen nodig waren en een andere manier van werken. En we zijn allemaal bekend met Teams-vergaderingen, dus we dachten, het is wel leuk om nu eens een interview te doen via Teams. Dus we krijgen nu Siska van der Meijs te zien als interviewster. En die heeft een gesprek met de ambulante medewerkers van Team Maastricht-Heuveland. Misha Deuzings en Lia Eurlings. Goedemiddag, Lia en Misha. Welkom bij dit interview. Ik ben Siska, jullie gast van vanmiddag. En ik ga jullie wat vragen stellen rondom de coronatijd. Maar ik wil eventjes voor iedereen weten, Lia, wie jij bent, waar je vandaan komt en hoe lang je werkt bij Levanto. En dadelijk voor Misha ook, die is natuurlijk al een oude rot in het vak, maar toch voor degene die er nog niet kennen, wil ik vragen of Lia daarmee wil beginnen. Lia. Oké, okay. Ik ben Lia Turlings en ik ben opgegroeid in Sittard en omgeving. Zo'n 33 jaar geleden ben ik verhuisd naar Zaandam. En 29 jaar geleden ben ik begonnen met werken bij de RIBW in Zaanstreek, ambulant en later, eerst het beschermd wonen en later het ambulante, dagbesteding opzetten, aansluiting, vakteams, nou dat soort zaken. Toen ben ik in december zijn we terug verhuisd naar Sittard en in januari ben ik bij Levanto begonnen bij EMD Maastricht. Dankjewel. Misha, wil jij even vertellen waar je vandaan komt en hoe lang je hier werkt? Ja, zeker. Nou, ik ben Misha Deuzings. Ik ben geboren in Tilburg, maar daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo lang gewoond. En ik woon sinds mijn kleutertijd al in Limburg, dus ik voel me dan ook echt een Limburgse. Ik werk volgend jaar 20 jaar voor de Levanto Groep, of eigenlijk RIBW in eerste instantie. En ik heb heel veel diverse dingen gedaan. En op het huidige moment werk ik gedeeltelijk voor EMD Maastricht. En daarnaast coaching positieve gezondheid in de Blauwe Wijk. En sinds een jaartje de nieuwe GGZ binnen de Blauwe Wijk. Dankjewel. Dan ga ik jullie vragen hoe jullie deze coronatijd hebben ervaren. En dan wil ik ook weer beginnen bij Lia. Hoe vond je het, Lia? Nou, in eerste instantie was het een beetje een vaar van mijn bed. Zo, ja, het was hier net over de grens in Duitsland en wel een beetje dichtbij. Maar eigenlijk schoof ik het een beetje voor me uit. Totdat ik mensen die ik goed kende, dat die ziek waren, toen had ik zoiets van shit, dit moet ik niet hebben. Toen ben ik begonnen met thuiswerken. Dat was in eerste instantie verwarrend. Ik ben gewend om bijvoorbeeld een digitale agenda te gebruiken op de iPad. Ik heb van schrik maar een papieren agenda gekocht, want ik kreeg allemaal het overzicht niet voor elkaar. Nou, dat was een weekje, 14 dagen en toen was dat ook wel weer, viel dat ook wel weer op zijn plek. Wat was in dat thuiswerken? In eerste instantie, ik ging maar door. Je had cliënten die je normaal gesproken één keer in de week, één keer in de 14 dagen zag of sprak. Die eigenlijk waar je mee regelde van nou, elke dag eventjes contact, even vinger aan de pols. Andere cliënten die zoveel hulpverlening om zich heen georganiseerd hadden, dat je denkt van wow, dit is ook een talent. Je hebt elke dag van de week heb je een hulpverlener over de vloer of contact mee. Wat heb ik ervan geleerd eigenlijk? Ja, met name het loslaten. Met het thuiswerken heb je letterlijk afstand. Dus je moet ook dingen aan cliënten overlaten. Dus met een aantal mensen had ik zoiets van, joh, weet je, je bent zo wel bespraakt en je kunt het telefonisch of met beeldbellen zo goed verkopen dat ik geloof dat het goed met jou gaat. Ik vind het jouw verantwoordelijkheid om aan te geven als dingen
minder goed gaan of als het niet goed gaat? Nou, daar schokt de cliënt, die schokt daar eigenlijk wel van. Van, even nadenken. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, zei hij toen. En dat bleek ook later, dat hij inderdaad aangaf van, ja, eigenlijk gaat het niet zo goed met me. Nou, toen heb ik samen met de SPV'er en pitverpleegkundige gekeken. Ja, wat kunnen we die man nu bieden? En ook gekeken om familie in te schakelen. Maar goed, die woonden ver weg en die hadden niet... Die kwamen niet naar Maastricht toe om hun broer te bezoeken of te helpen. Dus het kwam eigenlijk op hulpverlening neer. Maar het mooie was, en dat hebben we ook later, hebben we het daar natuurlijk nog van vaker over gehad. Zo van, ja, wat hadden we nu anders kunnen doen in die coronatijd? Hè? Alles liep anders, je moest toch meer zelf oppakken. En toen zei hij eigenlijk van, ja, eigenlijk hadden we het niet anders kunnen aanpakken. En eigenlijk was ik wel heel erg blij dat jij zei tegen mij van, ja, het is jouw verantwoordelijkheid. Want daarmee gaf je mij de regie. Maar ook de verantwoordelijkheid, en dat ja, vond hij wel jammer, maar daar was hij eigenlijk achteraf ook wel heel blij mee. Wat mooi. Ja, dat vond ik echt een hele mooie. En ja, nu merk je ook, nu ga ik dan weer regelmatig bij hem op bezoek, dat het ook wel iets heeft betekend in de band die je met elkaar hebt. En ook in de verdere begeleiding, dat ik hem ook losser durf te laten. Ja. Mooi, dus een man moet zich serieus genoemen. Hij kan zelf recht in handen nemen. Ja, ja. Niemand is een hoogopgeleide man die door omstandigheden verwacht is geraakt. En dat moet je hem dan ook weer teruggeven, die autonomie teruggeven. Dat vond ik wel een hele belangrijke. Mooi, ja. Bea. Dank je wel. Misha? Ja, heftig. In eerste instantie had ik zelf ook nog niet zo heel erg het idee wat er nou aan de hand was. En dacht je, ach, het is maar een griepje. Maar toen gaanderweg uiteindelijk toch duidelijker bleek hoe ernstig de situatie was, ja, heb ik zelf in ieder geval echt wel heel veel emoties ook ervaren. Ik voelde me boos, ik voelde me angstig. Natuurlijk heel veel nieuws kijken. Toen we uiteindelijk gingen thuiswerken, was dat een heel georganiseerd. Want de kinderen mochten op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer naar school. En ik woon in een huis met mijn man en twee schoolgaande kinderen. Dus toen hebben we op een gegeven moment ook maar een thuiskantoor ingericht. Met een belruimte. En hele, hele duidelijke afspraken gemaakt thuis. En dat was heel erg goed om toch het stukje harmonie te bewaren. Want... ja, het is, voordat je het weet, is het echt een chaos en een hectiek in huis op dat moment. Heel erg een schril contrast natuurlijk met heel veel mensen die alleen zaten. En dat stuk op die manier ervaarden. Ja, dus om dan ook een stuk begrip te krijgen van de omgeving, vond ik ook wel een pittige, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb in die tijd heb ik voor de gemeente Maastricht heb ik een aantal weken de corona-hulplijn gedraaid. En ja, daarin heb ik wat dat betreft hele mooie verhalen mogen horen, hele verdrietige verhalen. Maar ook hele moeilijke gesprekken mogen voeren. Dat is wat dat betreft gewoon echt wel een hele mooie les ook geweest. En in het contact met cliënten, moet ik eerlijk zeggen, was ik er zelf in ieder geval heel snel aan gewend om via beeldbellen te doen. En mijn cliënten zelf ook. En heb ik ook heel duidelijk meteen aangegeven van, vraag mij op het moment dat je dingen nodig hebt. Spreek je uit, laat je behoeftes weten. Want ik kan je niet bezoeken, dus we zien elkaar niet. Het is belangrijk dat we heel duidelijk daarover praten. Dat hebben we ook gedaan. En ik moet zeggen, ik heb de meest mooie gesprekken gehad in die tijd. Ook de meest verdrietige gesprekken. Maar het is ook erover gehad van wat, als ik er niet meer zou zijn, wie zorgt er dan voor mijn kinderen? Met een alleenstaande moeder die bijna geen netwerk heeft in haar omgeving, omdat ze uit het buitenland komt. Ook zich heel veel zorgen maakte om haar familie, die ze natuurlijk niet kon zien. Dus ja, het was ook heel mooi om dat stuk te kunnen ondersteunen, maar daarin ook gewoon los te laten. Wat heeft jullie geholpen in deze tijd? Wie of wat heeft jullie hier geholpen door deze crisis heen?
Ja, mij heeft het heel erg geholpen om elke dag mijn wandeling te maken. Dat heb ik heel bewust gedaan. Omdat, wat Lia net al zei, hè, op het moment dat je digitaal werkt, je gaat maar door. En ja, je moet jezelf gewoon dwingen om je pauzes te nemen. En uiteindelijk, hè, op het moment dat je ervaren daarin bent, dan groei je daarin. Mm-hmm. Ik heb me heel bewust, elke middag ben ik gaan wandelen. Soms een half uur, soms wat langer. Ik dacht eraan wat ik tijd voor had. En dan heel erg eventjes zaken op een rijtje te zetten. En ja, van hoe wil ik het verder vormgeven? Hmm. En jij, Lia, wat heeft jou geholpen? Of wie heeft jou geholpen? Nou, in elk geval duidelijk de structuur voor mij weer aanbrengen. Hè? Dat vind ik wel voor mezelf wel een dingetje. En bewust de pauzes nemen. Bewust, ik zat boven te werken op de logeerwerkkamer. En bewust naar beneden gaan om een kopje koffie te drinken, bewust naar beneden gaan om een boterham te eten en even te kletsen met mijn man die ook thuis was. En wat voor mij persoonlijk geholpen heeft, is de contacten die ik nog wel onderhield met mijn kinderen. Met vrienden die niet hier in de buurt woonden, maar eigenlijk de meeste woonden nog in de Zaanstreek. Via FaceTime contacten onderhouden. En wat ik later dacht van, ik was natuurlijk net verhuisd naar de nieuwe baan. Dat ik denk van, ja, wat was er nou anders geweest als ik niet verhuisd was? Ik denk van, dat was precies hetzelfde geweest. Je had met een paar mensen had je contact blijven houden, dus face-to-face. En die andere had je het ook telefonisch gedaan of via FaceTime of wat dan ook. Dus in die zin, toen ik me dat realiseerde, denk ik ook van, ook voor mezelf, van laat los van je moet naar buiten. Hè? Je mist het zo dat je nieuwe contacten opbouwt en dat soort zaken. Ik denk van, het is ook oké. En het loslaten van dingen die je eigenlijk verwacht van jezelf en ook de eisen die je stelt aan jezelf. En daar toch op een iets andere manier mee omgaan. Ja. Mooi, dank je. Wat moet er volgens jou, jullie alle twee zeker niet meer gebeuren? Als je zo terugkijkt, denk je, wat moet er niet gebeuren? Dat je denkt, nou, hè, met voorschrijdend inzicht. En het mag privé, maar ook op je werk betrekking hebben. Ik zou niet meer terug willen naar de hectiek die ik zelf, in ieder geval, als ik persoonlijk kijk, ervaarde voor de coronaperiode. Ik, wat dat betreft, vond het altijd een hele snelle maatschappij waarin heel veel prikkels waren. En in de coronaperiode zelf, ja, was dat ineens, viel het allemaal weg. En ik heb gezien hoe positief dat kan zijn voor heel veel mensen, maar ook voor mezelf. Dus dat vind ik wel iets, dat hoop ik echt dat mensen dat vast kunnen houden. Hoe jij dat vast? Ik zelf? Om dus bewust mijn rustmomenten te nemen en om uit te spreken waar ik behoefte aan heb. Mooi. Ja. En Lia, wat mag voor jou zeker niet meer gebeuren? Wat Micha ook aangeeft, de hectiek van het moeten. Meer het mogen. Het mogen weer naar buiten gaan. Het mogen weer vrienden, kennissen te ontmoeten. Dat zonder dat het eigenlijk een dwang wordt, dat het sociale verplichtingen worden en dat je zoveel dingen moet. Dat vind ik wel. En wat werk betreft, toch steeds bewust blijven. Je vroeg wat eigenlijk niet meer mocht. De betutteling, te veel overnemen van de cliënten. En dan draai ik hem even om. Mooi. Ja, dat. En dat is een valkuil waar ik nog steeds merk dat ik er af en toe met blinde ogen instap. Maar goed, dan op een gegeven moment dan word je daarvan bewust en dan kan je dat ook weer terugdraaien. Mooi hoor, dank je. En wat gun je jouw bewoners? Wat gun je de mensen? Een stuk rust en een stuk aansluiting. En rust ook in begeleiding, hè, dat... wat bij een heel aantal mensen heel goed lukte, was het present zijn. En dan... Kun je een beetje uitleggen wat dat is, dat present zijn? Oh ja, zijn, tuurlijk. Wat je daarmee bedoelt?
Wat ik daarmee bedoel is dat je binnen bepaalde tijden, dus niet ongelimiteerd, maar dat je er bent voor de mensen, dat je luistert naar de mensen en aansluit bij wat mensen bezighoudt en hoe mensen over zaken denken. Dat eigenlijk, en dan niet ongelimiteerd, dat je altijd maar te pas en te onpas je telefoon moet opnemen of dat soort zaken. Nee, meer het contact zelf, de momenten dat je contact met elkaar hebt. Dat je er dan ook voor elkaar bent en dan ook dingen aan durft te kaarten en dingen durft te bespreken. Dat niet uit de weg gaat. En dat kon eigenlijk doordat je elkaar niet fysiek zag. Was dat bij een heel aantal mensen was dat makkelijker. Mooi, dankjewel. Misha. Ja, wat gun ik de mensen? Ik gun de mensen vooral om... ik gun ze vooral een goede gezondheid. Maar daarnaast ook inderdaad dat ze daarover... dat ze de regie kunnen blijven voeren over hun leven. En kunnen aangeven... Wat hun op weg helpt en wat ze wensen, ook waar hun hart ligt. Wat maakt dat ze voelen dat ze dat toe doen, dat gun ik ze. Mm-hmm. Ja. En als ik nou zo terugkijk en je mag iets verzinnen, wat zou jij dan op jouw tegeltje zetten, wat je aan jouw muur gaat hangen? Welke tegeltjes wijsheid verzin je zelf of vind je passen in deze tijd voor jou? In het loslaten van de controle vind je ontspanning. Zo. Dat verzin je niet op plekken. Nee, dat heb ik afgeschreven van tevoren. Loslaten van de controle vind je de ontspanning. Ja, want ja. Vond ik echt wel een hele... Ik heb echt controle moeten loslaten. Omdat... Ik had, dat had je normaal al ook misschien niet, maar nu nog veel minder invloed op wat er allemaal gebeurde. En ik heb zelf ervaren van het moment dat ik dat stukje heb los kunnen laten, laveerde ik eigenlijk gewoon mee in de stroom van de gebeurtenissen. En kon ik gewoon in het moment reageren op wat zich voordeed. Ja. Leuk hoor, dank je. Lia? Je mag zijn wie je bent. Daar zit zoveel in. Dat, daar mag iedereen iets aan toe te voegen. Zijn mooi. Eigen ding bij bedenken. Ja. Mooi, dankjewel. En de slotvraag. Hebben jullie soms nog een tip voor je collega's? Ja, absoluut. Ik heb hem denk ik al een aantal malen genoemd in dit interview. Maar geef aan waar je behoefte aan hebt en praat erover, want dan is er heel veel mogelijk. Ja. Mooi. Lia? Dat, wat Misha zegt, sluit ik me bij aan en heb vertrouwen. Mooi. En die jouw tegeltjes wijs zijn, je mag zijn wie je bent. Dankjewel. Daar sluit ik heel graag mee af. Sorry. Ja, dankjewel voor deze openhartigheid van jullie en tot de volgende keer zou ik zeggen. Dat is goed. Dankjewel. Bye bye. Nou, dankjewel Siska, Misha en Lia voor dit filmpje. We gaan meteen door naar het volgende filmpje. Daar zal Loes Hoepe wat vertellen over de rol van de OR in deze tijden. Zoveelste poging van de ondernemingsraad. Ja, je moet wat verzinnen hè, in deze tijd. Zo is ons gevraagd, hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen? Nou, natuurlijk met veelvuldig beeldbellen. Alle overleggen alleen nog maar via beeldbellen. Het contact met collega's en met iedereen in de hele organisatie alleen nog maar via beeldbellen. Inmiddels zijn we er wel aan gewend en wordt het ons wel eigen. Maar het blijkt dat er natuurlijk toch in de toekomst, zeker als de corona er niet meer is, dat we allemaal wat meer gaan thuiswerken. We hebben geleerd dat je toch ook heel goed resultaat hebt door thuis te werken. En dat beeldbellen een goede manier is hierop.
Zo hebben we in de organisatie bij de ondersteunende diensten een enquête uitgezet met de vraag over thuiswerken. Die is veelvuldig ingevuld, daar zijn goede resultaten opgekomen. Die hebben wij verwoord in een positief advies naar de organisatie. Dat wordt nu nog vertaald met de aanbevelingen die we daarin gedaan hebben. Hetzelfde als de interne fusie, waar we ook een positief advies over gegeven hebben. En de samenwerking met Vivantes. Dat is een verpleeghuis waar we mee gaan samenwerken in Olympiastraat. Ook daar zullen jullie meer over gaan horen. We hebben naast het contact wat we proberen te zoeken en naast het overleg, natuurlijk ook een manier om het contact met jullie te verbreden. En dat hebben we door middel van een tegeltje. Velen van jullie zullen dat wel al gezien hebben, het tegeltje op internet. En dat gaan we nog verder vullen. En we willen dat vullen met leuke dingen zoals de vraag van de week, een stelling van de maand, allerlei polls, grappige filmpjes, maar ook alle zaken die ertoe doen binnen de ondernemingsraad. Waar zijn we mee bezig? Waar moeten we ons in verdiepen? En waar willen we jullie als medewerker juist voor gebruiken en inzetten? Waar kunnen jullie je stem laten horen? Wij gaan jullie vinden als jullie ons ook weten te vinden. Heel veel succes met het webinar en veel plezier daarmee. Tot ziens! Ja, we zijn weer terug in de studio en inmiddels is Paul Schefman bij ons op de bank komen zitten. En ja, Paul, het was voor jou natuurlijk ook allemaal een hectisch half jaar de afgelopen periode. Hoe heb jij nou de coronatijd ervaren? En ja, hoe zag het werk voor jou er eigenlijk uit? Want dat moet ook wel een aparte tijd zijn geweest, hè? Het was zeker een aparte tijd. Ook behoorlijk heftig. En nou ja, zeker in de eerste tijd was er een, ja, toch een gebrek aan, aan communicatie vanuit GGD en vanuit de overheid. Mm-hmm. Ze hebben een heleboel dingen zelf moeten uitvinden. En die hectiek is heeft ongeveer een week of twee geduurd. En toen werd het eigenlijk gewoon weer routine. Mm-hmm. Maar voor ons was het natuurlijk de kunst om aan de ene kant ervoor te zorgen dat de medewerkers veilig konden werken. En anderzijds dat cliëntenzorg natuurlijk ook gewoon doorging. Ja. Want dat is, anders ontsporen mensen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. En hoe hebben jullie dan nou aangepakt om die veiligheid te gaan waarborgen voor medewerkers en cliënten? Want we zijn natuurlijk een hele grote organisatie en dan heb je heel wat spullen en middelen nodig om dat te kunnen bereiken. Hè? Nee, dat klopt. Kijk, en zeker in de beginfase was het natuurlijk zo dat zeker de persoonlijke beschermingsmiddelen die bleven achter. Hè. Mm-hmm. Ik kan me nog goed herinneren dat we met Rob van Wijk hebben afgesproken om zelf maar het desinfectiemiddel te gaan maken. Participatie heeft zich bezig gehouden met het maken van mondkapjes, zeker in de eerste mm-hmm. fase. Dus wat dat betreft was er een behoorlijk tekort als je dat vergelijkt met nu. Nu zijn we eigenlijk heel goed bevoorraad. En, mm-hmm. Als er een tweede coronagolf komt, ja, dan wordt het toch op een andere manier gedaan dan in de eerste fase. Ja. Ja, want het zijn natuurlijk heftige beslissingen die genomen moeten worden, hè, als bestuurder. Als ik denk naar locaties Vroenhof en Koepelhof, hè, die moesten we eigenlijk volledig ook in lockdown. Hè. Ja. Is er een samenspraak gegaan met GGD of hebben jullie daar zelf de verantwoordelijkheid in genomen? Ja, we hebben eigenlijk gecompartimenteerd. Hè. We hebben eigenlijk aan de ene kant gekeken naar alles wat ambulant beweegt, dat is participatie natuurlijk en, mm-hmm. en begeleiding. Mm-hmm. Bij begeleiding hebben we het zoveel mogelijk laten doorlopen, maar gecombineerd beeldcommunicatie en aan de andere kant fysiek contact laten mm-hmm. doorlopen. Participatie is heel snel overgegaan richting livestreams, Facebook en wat iets meer zijn. Ja. En bij de woonvormen hebben we een redelijk strikt beleid toegepast, bezoek eigenlijk afgeremd. Om ervoor te zorgen dat er geen infecties plaatsvonden. En dat is redelijk goed gelukt. Hè? Want als je kijkt naar de totale termijn, dan zijn er ongeveer 6 cliënten besmet en een stuk of 7 medewerkers. Ja. En dat blijft natuurlijk ook hartstikke heftig, want 1 van de cliënten is uiteindelijk overleden. Okay. En 2 van de medewerkers hebben toch in het ziekenhuis verbleven. Ja, ja, heftig. Maar ja, als je kijkt naar de totale omvang, 3500 cliënten zo ongeveer en mm-hmm. 600 medewerkers. Ja, dan mm-hmm. is het nog redelijk in proportie. Ja.
Want wat waren nou voor jou persoonlijk als bestuurder nou echt de moeilijke dingen die op je afkwamen? En wat zijn aan de andere kant ook weer de positieve dingen die je eruit hebt kunnen halen? Ja, het moeilijkste was dat we in de beginfase toch een cliënt hebben gehad die overleden is. We weten nog altijd niet waar ze besmet is. Mm-hmm. En de mensen die in het ziekenhuis zijn beland. Mm-hmm. Het positieve was dat iedereen, zowel cliënten als medewerkers, toch de rust hebben bewaard. En ja, dat heb je wel nodig in zo'n situatie. Ja. En dat de samenwerking, zowel intern als extern, heel goed liep. Extern was het zo dat je dingen waar je vroeger zeg maar een jaar of anderhalf jaar voor nodig had om ze te regelen, ja, we waren nu binnen een week of twee geregeld. Dus dat is echt gigantisch. Dat is een hele uitdaging. Hè? Ja. Ja. Nou goed, corona is er nog steeds helaas. Hè? En, wat is nou de visie van Levante Groep voor de komende periode? Want we blijven natuurlijk in onzekerheid leven met z'n allen. Nou ja, goed, we hebben een mooi draaiboek opgesteld voor de tweede coronagolf. We hadden die eigenlijk verwacht nu, in september. Mm-hmm. Kan nog altijd gebeuren. Je ziet wel op dit moment een beetje afvlakken. Mm-hmm. In ieder geval in Limburg, maar in de rest van Nederland doemt het zo nu dan weer op. En over het buitenland, ja, dat weet je. Hè. Er is toch veel oranje en, op sommige plekken is het zelfs rood. Dus wat dat betreft moeten we op qui vive blijven. Ja. En zorgen dat we goed voorbereid zijn, zodat we veiligheid kunnen waarborgen voor medewerkers en cliënten. Ja. En hoe worden die cliënten nou echt daarbij betrokken en geïnformeerd? Ja, we hebben natuurlijk regelmatig overleg met de cliëntenraad als zodanig. Mm-hmm. En we werken voornamelijk via de lijn van de leidinggevende en de medewerkers. Intranet kun je niet gebruiken richting de cliënten. Dus wat we gaan doen is in ieder geval in internet, het nieuwe internet, de nieuwe website, mm-hmm. in ieder geval de mogelijkheid bieden dat de cliënten rechtstreeks ook bij de regeltjes en de instructies kunnen komen. Ja. Dat is een goed, goed plan, denk ik. Ja. Wat natuurlijk binnen Levante Groep en bij de medewerkers ook heel erg leeft, is natuurlijk die coronabonus. Hè? Ja, de coronabonus. We hebben natuurlijk in alle nieuwskanalen gehoord van €1000 voor alle zorgmedewerkers. En hoe staan jullie binnen Levante Groep eigenlijk erin? Want het is een beetje onduidelijk van gaat dat nou gelden voor mensen die echt daadwerkelijk in de zorg, op de werkvloer, in het primaire proces hebben gewerkt? Of is dat voor alle medewerkers van Levante? Of hebben jullie daar alle mening over? Als ik er naar kijk, dan heeft die belasting niet alleen gelegen bij de medewerkers in het primair proces. Maar dat waren wel de vooruitgeschoven posten. Mm-hmm. Maar ook in het secundaire proces is behoorlijk hard gewerkt. Dus ik vind het ook een beetje raar, hè, als je bijvoorbeeld kijkt dat in de algemene ziekenhuizen bijvoorbeeld, dat zou betekenen dat de verpleegkundigen wel de bonus krijgen en de internisten, bij wijze van spreken, ik noem maar een voorbeeld, hè, die zich kapot hebben gewerkt, die krijgen dan niks. Ik kan me ook wel voorstellen dat dan de discussie komt van gigasalaris en dergelijke meer. Ja. Ja, dit is toch een symbolisch gebaar, doe dat dan voor alle mensen eigenlijk in de zorg. Ja. Want hoe werkt dat? Moet Levante Groep dat gaan aanvragen of is dat? Nee, volgens mij is de centrale overheid daar gewoon helemaal niet uit. Dus zo nu dan krijg je de ene boodschap en op een ander moment weer de andere boodschap. Dat lijkt me heel lastig om als management en het bestuur te gaan aanwijzen, die verdient de bonus en die verdient geen bonus. Dat slaat eigenlijk nergens op. Dus jullie gaan er eigenlijk vanuit dat dat voor iedereen of dat er duidelijk wordt aangegeven, voor jullie wel en voor jullie niet. Ja. Ja, dan voeren we het wel uit, maar dan met pijn in de buik. Ja. Maar dan worden de medewerkers wel van op de hoogte gebracht. Tuurlijk. Zodra wij wat weten, weet iedereen het. Ja. Wat dat betreft zijn we redelijk transparant. Ja. Nou goed, buiten alle coronaperikelen zijn we natuurlijk ook al een tijdje bezig met het hele LEF-project. Hè? Ja. En dat is natuurlijk wel wat lastiger geweest in de afgelopen half jaar om nog met die werkgroepen samen te komen. We hebben ook allemaal onze alternatieve vormen
in moeten vinden. Heb jij nog nieuwtjes, ontwikkelingen rondom het hele LEF-project? Hè? Want je weet natuurlijk allemaal een nieuwe logo en dat soort stappen zijn ondernomen. Kernwaarden worden ook duidelijk naar voren gebracht. Dat mag nog wel wat meer. Als je kijkt naar het volgend jaar, zullen we er in ieder geval voor zorgen dat er een aantal LEF-huizen gaan ontstaan. Mm-hmm. Zodat ook iedereen zichtbaar heeft wat daaronder wordt verstaan. En we vinden het heel belangrijk dat het partnerschap, dat cliënten en medewerkers op gelijk niveau met elkaar kunnen communiceren en elkaar ook als zodanig bejegenen. Dat is denk ik een heel belangrijk iets voor de komende tijd. Ja. Nee, dat is ook heel goed en leuk om te horen dat die LEF-huizen ook echt een werkgroep is daarmee bezig. Ja. Om te kijken van hoe gaan we dat inrichten. En, dat is allemaal wel goed om te horen, die ontwikkelingen. Ja. Dankjewel Paul. Tot zover. Alsjeblieft. Ja. En we worden vanzelf wel weer op de hoogte gehouden van eventuele updates. Hè. Uiteraard. Het corona-nieuws-update heeft toch wel zijn werk gedaan op intranet. Dus we merken dat. Laten we hopen dat de vaccins er eerder zijn dan de tweede corona-golf. Ja. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. 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 Hey. Okay. We moeten het allemaal afwachten. Dus het blijft een onzekere tijd. En goed om te weten tot er inderdaad een draaiboek ligt voor mocht het zover komen. Ja. Dat sowieso. Dankjewel. Jij ook bedankt. En hierbij komen we meteen tot het einde van deze webinar. Dus allemaal hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende medewerkersbijeenkomst in welke vorm dan ook. Hoi. Hey.